kijk even hoe ik er hierbij zit. At this point, als je al zoveel jaren YouTube doet, elk jaar heb je weer een beetje meer scheid. Maar goed, ik zit er dus zo bij omdat dit weer een soort van get ready with me slash halve vlog gaat zijn. Want ik ga vandaag naar Opwekking. Opwekking is een christelijk festival voor de mensen die het niet weten. Die is 1 keer per jaar, 3 dagen. Ik ga niet 3 dagen. Je kunt is het 3 of 4 dagen? Ik weet niet. Volgens mij 3 dagen. Je kunt 3 dagen gaan en dan daar kamperen. Ik ben niet zo van het kamperen, dus ik ga gewoon lekker 1 dag. Het is vandaag zaterdag. Ik neem jullie gewoon vandaag mee. We gaan alles met z'n allen doen. We gaan klaarmaken, make-up, haren, kleren en we gaan daarheen. En ik ga jullie gewoon alles laten zien. Ik dacht, ik heb zoiets nog nooit gedaan op mijn kanaal, want ik ga in principe nooit naar festivals. Maar aangezien dit een christelijk festival is, vind ik het wel weer leuk. Dus ja, let's go! Dus vandaar dat ik er nou ook zo bij zit. Kijk mijn mini krulletjes hier. Mijn haar is echt al heftig aan het groeien. Even denken, ik heb mijn wenkjes al gedaan, zoals je kunt zien. Ik heb ook al SPF op. Jongens, als je de hele dag in de zon gaat staan, neem SPF mee of doe het tenminste op zijn minst op. Het is vandaag zaterdag, wanneer jullie deze video zien is het 1 week later. Het is vandaag zaterdag 27 mei. De SPF die ik op heb is deze, factor 50, lekker heftig. Deze heb ik gehaald bij DM in Duitsland. Dat hebben jullie ook gezien. Ik wilde zeggen in die vlog, maar ik heb toen niet gevlogd. En dan gaan we gewoon beginnen. Ik heb ook gisteren een lash lift gehaald, dus mijn wimpers staan weer lekker. Helemaal omhoog. Dus dat scheelt ook weer wat tijd vandaag. Ik ga dus echt de hele dag weg. Ik ga ook daarna nog uit eten in Amsterdam. Dus ik moet een make-up look maken vandaag die echt de hele dag goed blijft zitten. Dus dan ga ik altijd voor volledige dekking. Lekker een plamuurlaag en compleet mat. Heel veel mensen denken juist dat je minder make-up op moet doen als het de hele dag goed moet blijven zitten. Dat werkt echt averechts. Je moet echt letterlijk eens meer opdoen zodat het gewoon goed blijft zitten. Echt die hele clean beauty make-up looks die gaan er vanaf binnen lijkt 2 uur. Tenminste op mij. Even denken. Ik ga beginnen met het primen van mijn gezicht. Met deze van OLJ Goulson. De Miracle Blur. Deze is echt best wel fijn. En dit, ik laat hem gewoon weer vallen. Hij is echt super fijn. Hij is een beetje oranje. En hij maakt goed mat. En vooral ja, met de zon. Nou, ondanks dat ik een droog tot matte huid heb, wordt ook mijn huid vettig. Dus ja. Ik neem wel wat make-up ook mee voor als ik moet bijwerken. Daar hou ik persoonlijk eigenlijk niet zo van. Dat doe ik echt nooit. Op zo'n dag als vandaag lijkt het mij wel handig. Dan een foundation. Mijn fave 30 Hour Foundation van Maybelline. 30 Hour. Wie kan 30 in het Engels uitspreken? 30. Nou ja, ik kan die klank niet uitzeggen, niet uitspreken. Nummer 48 Sun Beige. Ik heb vandaag ook gebruind. Of ja, vandaag gisteren. Dus ik ben ook weer lekker bruin. Ik heb nou trouwens mijn biologische zelfbruiner gebruikt. En hij werkt echt goed. Dus ik zal ook even een linkje plaatsen beneden in de beschrijving. Ik vind het echt heel fijn dat mijn bruiningsmoes nou ook gewoon bio is. Want ja, dan ben ik niet de hele dag allemaal gif aan het smeren over mijn hele gezicht. En je huid is je grootste orgaan. Dus je moet er goed mee omgaan. Oh jongens, I love deze foundation. Hij is zo betaalbaar en hij is zo goed. Voor concealer gebruik ik mijn Huda Beauty Concealer in de kleur Cookie Dough 4.3. En deze concealer, ik heb het al 100 keer verteld, maar dit is gewoon echt de beste concealer ever. Volledige dekking, blijft ook gewoon de hele dag goed zitten. En is gewoon echt mijn go-to concealer, vooral voor dagen als deze. Ik ben al vaker, nou, zijn er mensen die ook naar Opwekking gaan of zijn geweest? Let me know in de reacties. Ik ben afgelopen jaar geweest, toen vond ik het echt alleen niet zo heel leuk. Maar dit jaar ken ik ook wat meer mensen en zo, dus dat vind ik wel leuk. Ik ga met mijn vriendin Romy daarheen en dan daar zijn ook nog een aantal andere vrienden die daar al zijn. En mijn zus en de man gaan ook. Zij heeft dus vanochtend geappt dat hun ook gaan. Ze zou dus niet gaan, want... Ja, we waren dus vorig jaar was ik met mijn zus en haar man gaan. Dus met z'n drieën. En we vonden het niet zo leuk. Dus hun wilden eigenlijk niet meer gaan. Maar toch hebben ze vanochtend besloten om toch wel te gaan. Dus dat vind ik wel leuk. Dus we zijn met veel mensen daar. Dus I love it. Ik ben ook benieuwd of ik misschien een aantal mensen ga zien van jullie. Nou, echt mijn go-to poeder voor dit soort dagen is deze. Cody Airspan met extra dekking is deze. Deze poeder is echt letterlijk magie. Die zorgt er echt voor dat je gezicht mat blijft. Goed blijft zitten de hele dag. I love it. We gaan trouwens erna in Amsterdam eten. Ik en Romy, dus alleen met z'n tweeën als het goed is. En we gaan naar Bangkok in Amsterdam. Dat is echt super lekker. Daar ben ik ook al heel lang niet meer geweest. Want Amsterdam is echt ver van Brabant. Dat is echt 1,5 uur voor mij. Maar ja, aangezien ik nu al helemaal daarheen rijd, had ik iets van ja, kunnen we net zo goed ook gewoon
Amsterdam erachteraan knallen. Dus het wordt een best wel leuke dag vandaag. Ik zou ook niet naar opwekking gaan. Maar ik had dus een paar dagen terug gezien dat het dus vandaag heel mooi weer wordt. Dus ik vroeg gewoon letterlijk aan God. Ik vroeg tegen God, heb je misschien een planning voor mij? Want ik wist gewoon niet wat ik moest doen. En ik wilde dus wel echt gewoon heel graag iets doen. Dus ik dacht, laat me het gewoon vragen aan God. Ja, ik stel ook af en toe van, dit is wat onzin, vraag aan hem. En toen antwoordde die letterlijk opwekking. Ik hoorde gewoon in mijn hoofd opwekking. En nou, toen dacht ik van, oké. Nou, opwekking it is. En nou ben ik dus heel blij dat ik het heb gedaan. Want anders had ik vandaag echt wel geen drol te doen. Neuscontour met mijn NYX paletje. 3 graden welke kleur ik gebruik. Ik gebruik deze kleur en deze ook voor de zijkanten. Voor de ogen hou ik het denk ik vrij simpel. Ik heb een nieuwe eyeliner. Even kijken, van Max Factor. Deze. De Masterpiece. Ik ben benieuwd of die goed gaat zijn. Het is gewoon zo'n pen. Het is misschien niet heel handig om vandaag make-up te gaan testen. Maar toch ga ik het doen. Ik heb ook een nieuwe mascara. Maar ik ga gewoon echt een hele kleine babywing maken. En zien ja, of dat lukt. Oké, ik vind hem wel fijn. Hij is alleen niet heel erg gepigmenteerd. Dat is wel jammer. Ik vind de punt wel heel fijn. Hij is heel puntig, zeg maar. Oké, er had echt wel wat meer pigment vanaf gekund. Maar ja. Oké, deze is weer dikker dan deze. Ik ga even in met mijn Tarte Man Eater. Om misschien iets strakker te krijgen. Nou ja, ik denk ook gewoon dat ik het hierbij moet laten. Anders wordt het allemaal nog erger. Dan ga ik ondanks dat toch nog ook een nieuwe mascara testen. Hier van Be Creative van de Easy Paris huismerklijnen mascara. De 10 Years of Beauty mascara. Ik heb mijn lash lift gehad. Dus hij moet sowieso wel gewoon een soort van goed zijn. Hij is mooi rood. Ik hou van rood. Het is één van mijn fave kleuren. Oeh, hij is echt zo dikkig. Net een dikke rups. Dikke worm. Oeh, hij is fijn. I love it. En hij is ook opbouwbaar. Staat ook op de verpakking. Je kunt 1, 2 of 3 lagen aanbrengen. Afhankelijk van hoe intens je je wimpers wilt. Nou, ik wil altijd lekker heftig. Dus ik ga altijd voor 3 lagen. Hebben jullie ook één goed wimperoog en eentje die wat minder is? Deze wimpers zijn altijd perfect. Terwijl hier is het echt altijd een struggle. Oh mensen, I love it. Dit zijn 3 laagjes, de meest heftige. En ik hou ervan. Het is ook helemaal niet te klonterig of zo. Ik vind het echt mooi. I love it. Dan heb ik hier mijn Face Zwart Oogpot loodje van Huda Beauty. Jongens, deze is echt unmatched. Deze is echt fantastisch. En die breng ik dan altijd nog zo aan in mijn bovenste waterlijn. Want dan lijken mijn wimpers nog langer en nog voller. Dan lekker bronzen met mijn MAC Sunkist bronzer. Give me sun bronzer. Het is niet Sunkist. Het is wel een Sunkist kleur. Lekker veel bronzer. En wat ik dan ook doe, is dat ik met een oogschaduwpaletje een beetje van de bronzer pak. En dat ook een heel klein beetje zo in mijn arcadeboog breng. Voor iets meer diepte, iets meer definitie. Deze bronzer lijkt altijd heel oranje op beeld, maar in het echt is hij eigenlijk gewoon echt super mooi en helemaal niet te oranje. Dan pak ik weer mijn contourpaletje en dan pak ik deze beetje licht roze gekleurd. En die gebruik ik om het hier zo in de binnenste ooghoek iets op te lichten. Want ik heb altijd best wel donkere ooghoeken. Dus hiermee kan ik het weer net iets lichter maken. En omdat wat er nog een beetje op de kwast zit, ga ik ook een klein beetje op mijn wenkies. Maar een heel klein beetje maar. Dan pak ik mijn Mary Lou highlighter van de Balm Focus, ja. Dit is een te lichte kleur voor mijn gezicht echt, maar daar ga ik hem ook niet voor gebruiken. Ik wil hem gebruiken als neuscontour en binnenste ooghoeken. Of neuscontour, wat zeg ik nou? Neushighlight. En in de binnenste ooghoeken wel. Daar is hij echt ideaal voor. Ben ik nou gewoon mijn blush vergeten? Normaal breng ik blush aan voordat ik dit doe, maar ik was het even vergeten. Maar die ga ik alsnog aanbrengen, want de girl kan niet zonder blush. Ik ga voor deze Too Faced blush. Dit is echt een heftige roze glanzende blush. I love it, want echt heel mijn gezicht is nou super mat, dus ik wil een beetje ja, wat glow terugbrengen. Deze is super mooi. Hij lijkt echt heel heftig. Hij is ook wel heftig, maar als je hem opdoet, als je gewoon niet te veel aanbrengt, valt het toch allemaal wel mee. Niet dat ik niet te veel aanbreng, maar whatever. En dan heb ik toch nog een beetje een glow in mijn gezicht, zonder dat mijn gezicht zo er weer van afgaat binnen 2 uur. Zien jullie die lichte glow die het geeft? Ik pak ook gewoon een beetje voor hier zo in mijn oog. Ik weet helemaal niet of het mooi is, maar ik doe gewoon een klein beetje. Af en toe doe ik ook gewoon maar wat. Dan de lippen. Ik ga gewoon voor een lip combo waarvan ik gewoon weet, oké, die blijft goed. En dat is mijn Morphe Sweetie Lippot loodje en deze MAC lipstick in de kleur Velvet Teddy. Ik zit te denken of ik toch nog, omdat ik toch wel vannacht iets ga doen, dat ik toch misschien iets van een halve nep wimper ga opdoen. Gewoon voor een beetje extra. Ik heb hier deze prachtige halve nep wimpers van Lola's Lashes in de stijl Fleur. Het zijn halve wimpers, dus ik dacht misschien wel mooi om die nog zo te plakken aan het buiteinde. Omdat het toch wel, ja, ik ga toch wel echt iets doen. Dus deze ga ik even oppakken. Oké, dit is toch iets meer
ik weet niet, iets meer extra of zo. I love it. Gewoon zo aan de buitenste kanten, zeg maar. In de buitenste hoeken. Voor fixing spray, of course. Urban Decay fixing spray. Dan ga ik ook wat make-up meenemen. Niet te veel. Alleen maar make-up om wat bij te werken. Zoals poeder, blush, dat soort dingen. Ik heb hier het schattigste make-up tasje van Pixie. Dus sowieso gaat mijn lipstick en lippotloodje hierin. Ik ga poeder meenemen. Maar ik ga deze pressed poeder meenemen van Charlotte. Deze is wat fijner om aan te brengen voor bijwerkingen. Bijwerkingen om bij te werken. Even kijken. Mijn beauty blender. Die kan ik echt voor alles gebruiken. Ik denk dat ik ook mijn blush ga meenemen. En die kan ik ook bijwerken met de beauty blender. Dus dat is wel fijn. Dan pak ik gewoon zeg maar zo met de beauty blender. En dan werk ik het gewoon zo bij. En that's it denk ik. Wimperlijm heb ik al zitten in mijn tas. Kleine tasje gaat ook mee. Kijk hoe cute ik ga stuk. Oké, dan nu mijn haren. Ik ga even mijn haren opdoen. En dan ben ik zo terug. Oké, jongens. Dit is het haar. Ik heb het net helemaal gekruld. Heeft echt 100 jaar geduurd. Maar I love it zo gekruld. Ik had hem gewoon stijl. Meestal heb ik hem gewoon stijl. Maar ik dacht, hè, laat me het weer een keertje krullen. En I love it. Ik ben zo blij met deze look. Ik weet gewoon dat dit echt gewoon fantastisch lang goed gaat blijven zitten. Dus dat is helemaal top. Dus dit is de look qua haren en gezicht. En dan gaan we nu naar beneden. Ga ik jullie laten zien wat ik allemaal ga meenemen. Wat ik ga aandoen. Ja, ik moet even kijken. Want ik wil voor een soort van casual makkelijk gaan. Maar het moet ook wel weer leuk zijn voor het uit eten daarna. En ik heb geen zin om een volledige outfit switch te doen. Dus ik denk dat ik iets in mijn hoofd heb. Waardoor ik alleen de trui hoef te wisselen. Dus ja, laten we gaan. Oké, ik ben in mijn slaapkamer. Ik film dit gewoon even met mijn telefoon. I love mijn haren. Kijk mijn hoofd daar. Ik ga het stuk. Oké, iets wat ik ook ga meenemen is obvious mijn Y-Food Shake. Because ik kan niet zonder, vooral niet onderweg, et cetera, bla bla. En ik heb net weer een pakket van hun gehaald. Want hun hebben deze pakketten. Ik denk dat de meeste van jullie dat al wel weten. Ik snap nooit hoe ik deze pakketten moet openmaken. Echt zo annoying. Ik doe altijd maar gewoon wat. Maar ik heb het gevoel dat ik ze nooit goed openmaak. Maar oké. Oh, ik ga het stuk. Je kunt gewoon zo dit, zeg maar, opentrekken. En dan gaat hij gewoon zo open. Oké, jongens, dit is dan zo'n taste-pakket met 5 smaken. Die heb je alleen maar online op hun website. Ik heb een kortingscode, kun je gebruiken. Staat ook beneden in de beschrijving. En als je gewoon niet weet welke smaak jij lekker vindt, of je wilt andere smaken proberen zonder al te veel te moeten halen in één keer, is zo'n pakket echt ideaal. Mijn faves zijn obvious. Even kijken. Chocola. Classic Choco. Er is ook een vegan versie. Ik hou van coconut en ik hou van vanille. Dit zijn mijn 3 favorieten. En dan heb je ook nog koffie. Hoe vaak gaat hij nog vallen? En banaan. Oké, laat me even deze doos weg doen. Dus dit zijn ze dan, alle 5. Echt super duper handig. Dit zijn echt de beste maaltijdshakes ever. Dat weten jullie, heb ik al 100 keer verteld. Ik ga weer vandaag gewoon Choco. Die gaat met mij mee. Altijd goed schudden. En hiermee ben ik echt gewoon 4 tot 5 uur verzadigd. I love it. En dan heb ik ook gewoon al mijn vitamines, mineralen. 26 vitamine, mineralen, hoge eiwitgehalte, vezels, lactose en glutenvrij en zonder toegevoegde suikers. 500 calorieën in zo'n flesje. Ik drink ook af en toe alleen maar de helft, want hij is best wel groot. Dus. En hij vult echt best wel. Dus ja, afhankelijk van ja, wat ik wil of hoeveel honger ik heb, drink ik of hem helemaal of de helft. Dus deze gaat vandaag ook met mij mee. I love it. Even kijken, dan heb ik nou deze 2 dingen mee gaan. Ik ga even snel mijn kleren doen, want het is 11:30 en mijn vriendin is hier om 12 uur. Maar ja, zij is altijd te laat, dus who cares. Even kijken, jongens. Let niet op mijn kast. Mijn kast is te klein voor mijn hoeveelheid aan kleding. Maar waar ik dus aan zat te denken is deze broek. Deze broek is van de Zara, jongens. Deze broeken van de Zara. Dit zijn de vintage broeken, volgens mij. Ja, iets met vintage. High-waist vintage skinny. Deze zijn amazing. Ik heb er echt letterlijk 4 of zo. En dit is echt mijn fave. Lekker stretchy. Goed high-waist. I love it. Ik heb maat 40, maar hij is te groot. Ik had maat 38 moeten doen, maar whatever. En dan dacht ik, ik heb dus net nieuw bij de Primark. Heb ik dit blouseje gehaald. Het is zo'n crop top blouseje. Maar ik ga hem dan zo hier zo dichtknopen, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus dit leek mij wel gewoon lekker casual. En dan met mijn witte Nike sneakers leek me dat wel leuk. Dus ik ga het even aandoen. Want de broek heb ik al heel lang. Maar de blouse heb ik nog nooit gedragen. Dus ja, even zien of het wel gaat staan als hoe ik in mijn hoofd heb. BH, ook van de Primark. Oké, mensen. Dit is dan de look. Wat vinden we ervan? Ik vind het misschien iets te veel buik of zo. Deze broek, jongens, is echt amazing. Hij zit zo mooi om me heen. Ik vind het toch wel echt leuk. Wat vinden we ervan? Kijk, dit is dan de hele look.
Ik vind het op zich wel leuk. Het is alleen iets meer buikwacht. Oké, dit is het dan, zeg maar. Ik vind het alleen, denk ik, toch iets te veel buiken of zo. Ik weet niet. Omdat hij toch best wel kroptopje is, gaat hij best wel ver omhoog. Ik had hem misschien, denk ik, zeg maar, tot hier gewild. Zeg maar dat het nog ietsje lager was. Wat vinden we ervan, jongens? Ik vind het wel leuk. Maar ja, het is wel een christelijke festival. Dus ik wil ook weer niet helemaal zo overdreven gaan. Ik vind het op zich... Ik weet niet. Ik vind het wel leuk. Ik denk dat ik er wel mee wegkom. Maar ik weet het ook weer niet... 100%, ja, ik weet... Ik ben echt aan het twijfelen, gewoon alleen maar puur omdat het wel echt een christelijke festival is en ik geen 16 meer ben. Dat ik iets heb van, ja, ik weet niet. Maar ik vind het wel echt heel leuk. Dit is wel iets gewoon wat ik zou dragen, gewoon naar de stad, gewoon normaal. Of misschien dat dit de look wordt voor daarna. Misschien met een riem. Is een riem leuk? Nee, ik denk dat ik het riemeloos hou. Ik ga even een andere blouse aan doen, moment. Oké, ik heb ook deze blouse. Die is ook van de Primark, toevallig. Alleen deze heb ik al wel een paar maanden. Deze is dus gewoon groot. Dus wanneer ik hem strik, gaat hij niet helemaal zo te hoog. Maar gaat hij best wel een beetje, zeg maar, ver naar beneden. Dus misschien is dit geschikter. En dan neem ik die mee. Misschien voor daarna bij het uit eten. Of ik hou gewoon dit aan. Moet ik even kijken wat leuk staat. Oké, dit is hem dan nou. Kijk, nou heb ik echt wel een stuk minder buik. Ik vind alleen dit een beetje zo uitpuilen. Konden jullie mama gewoon nu antwoorden? Oh my gosh. Misschien zo... Ja, kijk. Oh, zo vind ik hem denk ik wel leuk. En dan misschien... Ik ga even een riem pakken. Ik heb hier een riem van Ralph Lauren. Dit is zo'n riem die je op beide manieren kunt dragen. Dus of de witte kant of de blauwe kant. Ik denk dat ik ga voor de witte kant. En misschien of zal ik gaan voor de blauwe kant. Blauw, misschien is het dan te veel kleuren. Blauw. Ik denk dat ik ga voor de witte kant, want ik heb ook witte sneakers aan. Dus dan moet ik hem even omdraaien. Je kunt gewoon zo dit zo loshalen. Dat is wel echt ideaal. En dan draai ik hem zo om. En dan heb ik zo de witte kant. Deze riem is echt ideaal, jongens. Ik heb die gehaald bij volgens mij Zalando. Maar ik zal nog wel even online kijken. En dan zal ik ook een linkje van deze riem in de beschrijving zetten. Want hij was ook niet heel duur. Hij was iets minder dan 100 euro. Oké, is het leuker met of zonder riem? Ik denk met de riem. En ik heb ook deze tas. Ook net nieuw van de Primark. Dus die is nog te koop. Deze vind ik ook leuk staan. En dan ook leuk zo met witte sneakers. Ik ga wel dit er even... Kan ik hem misschien... Ik vind het dus niet fijn als ik heel de tijd iets moet vasthouden in mijn hand. Dus... Misschien dat ik hem zo gewoon hou. Of zo crossbody. Ik hou niet zo meer van crossbody. Vroeger, ik droeg alleen maar crossbody tassen. Maar nou, eigenlijk helemaal niet meer. Jongens, ik denk echt dat dit hem wordt. Ik ga stuk. En ik denk dat dit op zich ook gewoon leuk is voor daarna. En dan heb ik hier ook deze schoenen. Dit zijn Lubies. Maar deze zijn te duur om naar de festival te dragen. Want dan wordt het echt helemaal vies. Maar ik dacht, dan doe ik deze daarna aan. En dan doe ik voor nu gewoon mijn witte Nike's aan. Die zijn beneden, dus die ga ik jullie zo laten zien. En dan deze neem ik gewoon mee voor daarna. Want deze vind ik ook wel heel leuk staan, denk ik. Ja, jongens, ik denk dat ik nou wel echt gewoon een look heb. I like it. Kijk, is het niet te leuk? Ja, dit is echt een leuke outfit. Dan heb ik hier mijn ketting. Oké, en misschien grote oorbellen. Ja, jongens, ik denk dat dit hem echt wordt. Maar hoe ga ik dit allemaal nou meesleuren in deze minitas? Nou ja, deze gaat sowieso worden opgedronken in de auto. Dus dat maakt niet uit. Maar deze ga ik gewoon hierin proppen. Ja, het zal maar gewoon moeten. Oké, dit is dan nou de hele look met sneakers erbij. De tas en de schoenen die ik daarna aandoe. En ik neem ook een jas mee, gewoon voor de zekerheid. Ik heb ook oorbellen ingedaan. Kan ik ze laten zien? Deze oorbellen. En wat sieraden. Dus ja, dit is het, jongens. Let's go. Oh, en ik heb echt alles hierin gepropt. En ik heb ook drinken die meegaat. Mijn white food, maar ook deze Red Bull Light. Nou, let's go. One eternity later. Nou, na 3 uur zijn we gearriveerd. We hadden gewoon een uur file. En toen waren we verdwaald. In ieder geval 3 uur later, dus zijn we er. Lekker lopen. Kijk hoe groot die parkeerplaats is. Waar moeten we heen eigenlijk? Ja, hier. Ja. We lopen door de camping. Zoveel mensen. Het was gewoon helemaal vol. Zet even. Romy, laat je outfit zien. Kapot cute. Oké, 1, 2, 3. Ik
7:30 en we zijn klaar. We gaan alweer terug. We gaan nu naar Amsterdam, naar Bangkok. En daar uit eten. Tot zo. 1 hour later. The next day. Ik zie er nou een beetje anders uit, want het is letterlijk de volgende dag. Dus ik heb nou echt een hele naturel make-up op. Ik was gisteren thuis rond 12:00 of zo. Dus ik was vergeten om de vlog af te sluiten. Ik was gewoon echt gelijk gaan slapen, want ik was kapot. Het was echt super gezellig. Echt een hele, hele leuke dag. Wel een hele lange dag, maar een hele leuke dag. En ik hoop dat jullie ervan hebben genoten van een soort van mix van een vlog en een get ready with me of zo. Ik heb iets meer gevlogd dan een normale get ready with me. Maar ik heb niet evenveel gevlogd als in een normale vlog. Dus het is letterlijk een mix van een vlog en een get ready with me. Let me know als je vaak van dit soort video's wilt zien. En ik heb ook dit boek gekocht. Ik ben hier heel benieuwd naar. Dat was €17,50. Je hebt daar ook echt heel veel boeken en allemaal van die extra accessoires of wat je wilt hebben. En die zijn allemaal daar ook voor te koop. Dus dit boek leek mij wel leuk. Dus ja, ik ben benieuwd. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn video elke week. En dan hoop ik jullie weer heel snel te zien bij de volgende video. Doei doei!